Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke video voor jullie. Of ja, leuk. Het is een beetje negatief. Maar ik heb vandaag een anti-haul voor jullie. Ik ga jullie vandaag vertellen wat ik niet ga kopen. Het is een beetje een apart videoconcept. Maar ik heb er nou onderhand al een aantal gemaakt op mijn kanaal. Dus jullie zijn nou wel op de hoogte van wat het nou eigenlijk precies is. Maar het is gewoon letterlijk dat ik ga vertellen wat ik niet ga kopen. Dus wat je niet hoeft te verwachten op mijn kanaal. Het kan zo zijn dat ik het vandaag over iets ga hebben. En ik het dan erna in PR of zo krijg. Maar dan gaat het of automatisch. Dus in de winactie of gewoon naar iemand anders die ik er blij mee kan maken. Waarom zou ik iets niet kopen? Het kan hele verschillende redenen hebben. Het kan gewoon zijn dat het mij niet aanspreekt. Ik vind het misschien te duur. De persoon van wie het is support ik niet. Het kan echt gewoon van alles zijn. Dus dit soort video's zijn wel handig om jullie gewoon even te laten weten wat je vooral niet hoeft te verwachten op mijn kanaal. Niet dat je op iets aan het wachten bent en het gewoon niet komt. Dus ja, als je dit soort video's leuk vindt, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze anti-haul. Ik zal eerst even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil op. Ik heb die ingekleurd met deze matte liquid lipstick van Revolution. Dit is in de kleur Darling 122. En daar overheen ben ik gegaan met deze Clear Gloss van Essence. Een van mijn favoriete clear glossjes. Oké, jongens, laten we beginnen. Ik heb van alles een screenshot gemaakt in mijn phone. Oh, ik heb een nieuw voicemail bericht. Weet je wat echt irritant is als mensen blijven bellen? Bel gewoon één keer. Als ik niet opneem, hou dan op. Ik bel wel gewoon terug. Maar sommige mensen blijven gewoon bellen. Dat is zo annoying. Don't be that person. Oké, ik ga beginnen met de nieuwe Cherry Blossom collectie van MAC Cosmetics. MAC Cosmetics is sowieso wel een merk die mij niet echt meer aanspreekt. Het is gewoon een OG merk met een aantal vaste producten die gewoon heel fijn zijn. Zoals hun lipsticks. MAC Fix Plus gebruik ik altijd. Maar ze komen niet echt meer uit met iets wat echt wauw is. Wat echt nieuw is. En dat vind ik wel jammer. Nou hebben ze ook weer de Cherry Blossom collectie. En het is gewoon basically de producten die ze al hadden met bloemetjes erop. Dus ik dacht echt bij mijn eigen, wat is dit? Want iemand had mij gevraagd of ik de collectie wilde reviewen. Dus ik wil opzoeken en ik denk echt, bijna niks is nieuw. Volgens mij is er wel een blush of zo, die is wel nieuw. Maar het is gewoon MAC Fix Plus met bloemetjes erop. En weet toch gewoon producten die ze al hadden. Dus het is weer gewoon niks nieuws. Ik vind het wel echt heel erg cute. Die bloemetjes erop zo vind ik wel echt heel erg cute. Ik had ook gezien bij de blush op het Douglas. Deze hele collectie is gewoon daar te koop. Dat de reviews ook echt heel erg slecht waren. Bij de blush stond ook gewoon dat het helemaal niks afgeeft en zo. En MAC is niet bepaald goedkoop. Je betaalt gewoon echt ruim 20 euro voor één blush. En dan ja, verwacht je gewoon dat het goed werkt. Maar voor de rest was ook een lipbalm en zo. Dus ik dacht echt bij mijn eigen, dit valt niet echt te reviewen. Het is sowieso niks nieuws. En de rest spreekt mij ook gewoon niet aan. En iedereen praat er alweer slecht over. Dus ja, ik dacht, ik ga mijn geld hier totaal niet aan besteden. Vooral ook omdat het echt gewoon een hoge prijs is. Zoals MAC altijd is. Dus ja, ik vond het een beetje raar. Dan ga ik verder met een meer betaalbaar merk. Een stuk meer betaalbaar. En dat is Elf. En ik ga het hebben over een Flawless Brightening Concealer. Deze concealer spreekt mij niet aan. Elf hun Camo Concealer is echt super super goed. Die heb ik ook hier. Die heb ik volgens mij echt al 3 keer of zo opnieuw gekocht. Dat is echt een super fijne concealer. Maar deze Brightening Concealer, hij spreekt mij echt totaal niet aan. Als je toch zou willen dat ik hem test, let me know beneden in de reacties. Want als jullie iets heel graag willen zien, dan haal ik het alsnog. Ook al vind ik het niks. Alleen de verpakking. Altijd als ik een concealer zie met zo'n soort verpakking, weet ik al, deze gaat waarschijnlijk niet heel veel dekking hebben. Gaat waarschijnlijk niet heel erg goed zijn. Vooral als erbij staat brightening, dan is het vaak gewoon echt gericht op verlichten en niet per se op dekking. En ik vind het gewoon altijd heel erg belangrijk dat de concealer voldoende dekking heeft. Zoveel dekking als kan het liefst. Naar mijn mening moeten concealers gewoon altijd volledige dekking hebben. Dus als ik al zo'n verpakking zie die je zo moet draaien en er staat brightening, ja, dan weet ik vaak al gewoon, ja, dit gaat waarschijnlijk niet echt mijn ding zijn. Het gaat wel fijn zijn, denk ik, als je gewoon niet houdt van al te veel make-up en het gewoon een beetje hier wilt verlichten. Maar ik denk toch dat 9 van de 10 mensen echt concealer gebruiken om echt te concealen. Dus om echt dingetjes te verbergen. En ik schat gewoon zo in dat deze concealer dat niet gaat doen. Dan ga ik verder met Morphe nummer 2 collectie. Dat is dus een hele aparte collectie van Morphe die echt is gericht op natural make-up. Als ik iets niet ben, is het natural make-up. Zoals je kunt zien. Ik hou wel af en toe gewoon van een iets minder glam, iets meer natural. Maar ik ga nooit voor echt, echt heel natural. En de hele Morphe 2 collectie is echt gericht op de meer jongere meiden, de jongere mensen, op meer, ja, gewoon de jeugd die gewoon nog naar school gaan en zo en zich niet om 8 uur in de ochtend helemaal zo full glam gaan opmaken. Dus deze collectie, ik heb erover nagedacht om hem helemaal te reviewen, maar ik dacht bij mijn eigen, ja, kijk, het is al niet allemaal super
goedkoop. Het is wel relatief betaalbaar, maar niet super goedkoop. De prijzen liggen gewoon tussen 10 en 20 euro en zo. Dus als ik de hele collectie zou aanschaffen, kost het mij wat geld. En ik schat nu al in dat ik gewoon weet dat ik zeker, laat ik zeggen, 8 van de 10 producten niet ga gebruiken meer. Het is echt alleen maar voor de video. Dus ik vond het ook financieel gezien een beetje zonde als ik deze collectie zou aanschaffen. Dus gewoon puur omdat ik weet dat ik het niet ga gebruiken. Dus ja, ik weet niet. Het kan best wel gewoon een goede collectie zijn voor de mensen die nog jong zijn. En gewoon echt houden van heel heel naturel make-up. Maar als ik ga voor heel heel naturel, dan doe ik gewoon niks op. Dan ga ik gewoon voor echt 100% puur en naturel. Gewoon geen make-up en that's it. Dus ja, voor mij is dit een beetje, ja, niet echt mijn ding. Dan ga ik verder met weer iets heel erg duur. Het nieuwe paletje van Natasha Denona. Voor de mensen die Natasha Denona niet kennen. Super dure paletjes. Haar paletjes zijn altijd like rond de 120 euro. Dus echt extreem duur. Dit paletje, ja, als ik er zo naar kijk. Ik hou altijd wel van heftige kleurrijke paletjes. Alleen deze kleuren bij elkaar, ja, ik weet niet. Het is sowieso al over de 100 euro. Dan wil ik ook echt elke cent eruit halen en het paletje echt heel vaak gebruiken. En als ik zo kijk naar dit paletje, is dit nou niet een paletje die ik elke dag zou gebruiken. Dus alleen al om die reden zou ik hem niet kopen. Maar ook gewoon puur de kleuren. Ik vind gewoon de kleuren bij elkaar. Ik vind gewoon een beetje een rare mix of zo. Je hebt ook niet heel veel matte kleuren. Het is gewoon bijna allemaal glanzend. En ik zie mij dit niet echt heel erg vaak gebruiken. Misschien voor wat heftige looks op Instagram of zo. Maar daar houdt het dan ook op. En om iets van 120 euro te betalen om hem 2 keer te gebruiken, dat is wel echt heel erg zonde. Maar ook al was hij maar 40 euro. Gewoon de kleuren spreken mij gewoon niet aan. De aantal matte en glanzende kleuren, de verhoudingen, het spreekt mij gewoon totaal niet aan. Ik vind de kleuren ook niet heel erg mooi. Ze lijken een beetje dofjes of zo. Ik weet niet of ze dat echt zijn, want obvious heb ik het paletje niet. Want dat is het hele concept van deze video. Maar ik schat gewoon zo in, als ik er gewoon zo naar kijk, ja, het is helemaal niet sprankelend, fel, dat je echt denkt van wauw, dit moet ik echt hebben, dit is echt heftig. Dus nee, ik vind het gewoon allemaal helemaal niks. De prijs is te hoog, de kwaliteit lijkt me ook niet heel erg goed, omdat alles zo dof eruit ziet. En de kleuren spreken mij gewoon totaal niet aan. Dus dit is echt geen paletje voor mij. Dan ga ik verder met nog iets duurs, Dior. Dior heeft nieuwe single eyeshadows. Ik hou echt totaal niet van single oogschaduwen. Ik hou gewoon van oogschaduwpaletjes. Je krijgt dan vaak sowieso meer voor je geld. En je kunt er gewoon volledige looks mee maken. Single oogschaduw, ja, wanneer maak je nou een look met 1 kleur? Er zullen vast wel mensen zijn die gewoon 1 kleur aanbrengen en bam. Dat doe ik in principe ook wel met mijn oogschaduwsticks. Dan breng ik ook maar 1 kleur aan. Maar dat vind ik toch anders dan zo'n losse oogschaduw. Deze losse oogschaduwen van Dior zijn maar liefst 30 euro. Je betaalt 30 euro voor een stupid ass klein beetje oogschaduwtje gewoon. Nee, ik vind het echt onzin. Ik snap, het is Dior. Je betaalt ook wel echt voor de naam. Maar ja, ik vind 30 euro voor een single oogschaduw hell to the no. Hell no. Dus ja, ik vind single oogschaduwen sowieso niks. Maak gewoon een paletje. Maak gewoon een paletje waarbij we gewoon heel veel verschillende kleuren gebruiken. En niet gewoon zo'n stomme losse oogschaduw die niemand gebruikt. Als je dan echt een hele volledige look zou willen maken met deze oogschaduwen, zou je er zeker minimaal 3 moeten aanschaffen. En dan zit je al op een bedrag van 90 euro. Nou, voor minder dan dat heb je een heleboel oogschaduwpaletten met superveel kleuren waarvan de kwaliteit heel erg goed is. Je kunt mij niet zeggen dat deze single oogschaduw echt 30 euro waard zijn. Kun je mij niet zeggen. Al is het de beste oogschaduwformule ever, ik ga nooit 30 euro betalen voor 1 single oogschaduw. Never. Ik ben heel erg benieuwd of er mensen zijn die het wel waard vinden. Als je het wel waard vindt, laat me dan even weten in de reacties waarom je dat vindt. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Want in mijn hoofd, in mijn ogen is het echt out of this world om 30 euro te betalen voor een losse oogschaduw. Dan ga ik verder met de nieuwe mascara van Jeffree Star Cosmetics. Ik mag volgens mij de naam niet eens zeggen hier op YouTube, want dan word ik gedemonetized. Het is de F-Proof Mascara. Heftig. Deze mascara, ik zou die persoonlijk nooit aanschaffen, omdat het hele concept erachter, ik vind dat heel erg niks. Ik vind het echt persoonlijk, maar dat is echt een persoonlijk dingetje. En ik weet dat heel veel mensen het misschien heel preuts gaan vinden, maar ik heb er een hekel aan als dingen extreem geseksualiseerd worden. Ik vind dat echt iets niet heel goed. Het is niet alleen heel erg geseksualiseerd,
geseksualiseerd. Het heeft ook allemaal te maken met SM en zo. En allemaal dat soort heftige dingen. Echt grote disclaimer, ieder zijn ding. Maar voor mij, ik vind het gewoon niet oké. Ik vind het gewoon te heftig. En vooral omdat er zoveel jonge mensen zijn die gaan dan dit soort dingen allemaal heel normaal vinden en zo. Ik vind sowieso over het algemeen dat deze wereld steeds meer geseksualiseerd wordt. En dat alles steeds meer normaal wordt. En dat gewoon basic decency helemaal uit het raam wordt gegooid. Zelfrespect is er gewoon bijna niet meer. En ik vind dat echt wel best wel een kwalijke zaak. Ik vind dat je vooral als vrouw zijnde gewoon echt nog wel zelfrespect moet hebben. En alles wat helemaal zo extreem geseksualiseerd vind ik echt helemaal niks. En zou ik dus ook echt never aan bijdragen. Dan ga ik verder met Huda Beauty. Jullie weten, ik ben een fan van Huda Beauty. Maar de nieuwe brow paletjes spreken mij gewoon niet aan. Het zijn gewoon weer normale, nude, neutrale, bruine paletjes. Die we echt al 500 hebben. Van de drie paletjes spreekt het caramel paletje mij wel het meeste aan. Want ik vind dat gelige heel erg mooi. Een beetje dat mosterdgele vind ik heel mooi. Maar ik zal hem niet aanschaffen. Ik zou geen enkel van deze drie paletjes aanschaffen. Ik heb echt al 100 van dit soort bruinige paletjes. Ik vind ze er wel echt heel mooi uitzien. Ik vind ook het concept heel erg mooi. Maar nee, I'm gonna pass. Ook moet ik zeggen dat ik Huda Beauty's mini paletjes altijd iets minder goed vind qua kwaliteit ook. Dus nee, deze ga ik niet aanschaffen. Dan ga ik verder met een paletje van NYX in samenwerking met Tetris. Wat is dit? Ik heb het al wel een keer eerder volgens mij verteld hier op YouTube. Maar altijd wander ik van die extreme grote paletjes zien met echt extreem veel kleuren en dan allemaal zo super klein. Ga ik er al standaard van uit, de kwaliteit gaat slecht zijn. Vaak zijn dit soort paletjes gewoon kwalitatief niet goed, omdat je gewoon super veel kleuren hebt. Dit paletje is iets van 40 euro. Je kunt mij niet zeggen dat jij voor 40 euro zoveel kleuren kunt maken van hele goede kwaliteit. Dus ik ga er altijd standaard van uit dat het gewoon een slecht paletje gaat zijn. Ik vind het wel een leuk concept. Het is wel heel Tetris-achtig, maar nee, je kunt mij gewoon niet vertellen dat de kwaliteit goed gaat zijn. Dus ja, dit paletje ga ik niet aanschaffen. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn hele anti-haul. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Grote disclaimer, alles wat ik dus vandaag heb gezegd is echt mijn persoonlijke mening. Dat is gewoon hoe ik erover denk. Het zijn geen feiten of zo. Dus als jij vandaag iets zag wat jij wel heel leuk vindt, schaf het gewoon aan. Doe gewoon wat jou blij maakt. Maar dit zijn gewoon producten die ik persoonlijk niet ga aanschaffen, omdat ze gewoon mij niet aanspreken. Als er vandaag toch iets bij zat waarvan jij denkt, Sarah, alsjeblieft, haal het alsnog. Ik ben echt super benieuwd naar jouw mening. Laat het me dan eventjes weten beneden in de reacties. Nou, als je de video leuk vindt, vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!